elke keer wat anders als een reviewtje. Eigenlijk meer een how-to of een tutorial of instructiefilmpje, wat je wil. Vandaag wou ik het eens hebben over de Clapton. Iedereen kent hem wel, iedereen heeft hem wel eens voorbij horen komen, maar wat is het nou precies? We maken daar een onderscheid tussen de standaard Clapton, wat één binnendraad heeft en één omwikkeling. Dus één draad eromheen gewikkeld. Gewone Clapton en de Fused Clapton. En de Fused Clapton is draad met twee of meer binnendraden, cores, en een wikkeldraad. Die zie je de Fused Clapton. Daar wou ik het dus over hebben. En laten zien hoe je nou zoiets maakt. Zodat jullie het thuis zelf ook kunnen gaan proberen. Wat ik vaak hoor van mensen die net beginnen is de gewone standaard Clapton draad, dus één core draad. Als ik hem op maat knip, dan schiet de binnendraad de core eruit. Wat ik altijd doe is, als ik een gewone standaard Clapton draad, pak even een puntback tangetje. En op de uiteindes even goed knijpen. Dat je zeg maar een beetje de buitendraad, de wikkeldraad, bijna in de core draad knijpt, zeg maar. En dan zal die niet gaan schuiven. En blijft hij netjes op een plek zitten. Goed. Gaan we eerst even kijken hoe we nou zo'n draad maken. En dan komen we daarna terug. En dan laat ik je even zien hoe we daar coils van maken. Simpele standaard Clapton. Wat is dat nou precies? Clapton komt eigenlijk van Eric Clapton, de gitarist. En de vergelijking daarmee is omdat een gitaarsnaar is één enkele middendraad met daaromheen een fijnere draad. Nou, gitaar, Eric Clapton, vandaar de naam. Wat wij dus hebben is een enkele draad en daar komt een buitendraad omheen. Nou, ik heb hem nu eventjes opgespannen, dat is wat makkelijker met filmen, maar theoretisch zou je hier geen zou je dit met de losse hand kunnen doen. Maar zoals ik zei dus, een kleptendraad is niks meer dan een binnendraad omwikkelen met een buitendraad. Dus zet hem in je boormachine en je begint te draaien. En zoals je ziet, om de binnendraad heen. En dan krijg je een kleptendraad. Nou, heb je een foutje gemaakt, zoals hier op het eind. Even de andere kant op. Wikkel je af. Dat je weer op het juiste punt bent. Boor weer de goede kant uit. En weer verder. Kleptendraad. Je kunt dit in principe uit de losse hand doen. Dan pak je het draad uit de chok en dan hou je hem zo. Dan wikkelt hij hem nog mee. Of zoals ik doe, gewoon het spoeltje vasthouden. De draad in ongeveer 90 graden.
En zo maak je een Clapton. Clapton zo al gehad. En de volgende stap is dan eigenlijk de fused Clapton. Nou, het woord zegt het eigenlijk al. Het is een Clapton gefuseerd. Dus twee draden worden samen. Nou, wat inhoudt dat? In dit geval hebben we twee koorddraden en één wikkeldraad. Je kunt dit zo gek maken als je zelf wil natuurlijk. Het fijnste vind ik zelf, gewoon twee koors. Maar je kunt er ook drie pakken, vier. Nog meer zelfs. Ik hou het gewoon graag even simpel nu, vooral voor het filmpje. Dus de fuse. Nou, in principe is dit gehoord precies hetzelfde als een standaard simpele Clapton. Dus alleen in dit geval hebben we twee koorddraden. En die gaan we gewoon omwikkelen met één buitendraad. Even kijken of ik... De basis is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een standaard Clapton. Is zelfs vanuit losse hand te doen. Maar het makkelijkste is gewoon even snel zelf een setupje maken met een paar wachtels en een boormachine. En het maakt het allemaal een stuk makkelijker. En probeer gewoon niet te veel spanning. Zorg dat je draden lekker recht blijven. En als bij een gewone Clapton maak je bijvoorbeeld een foutje. Zoals nu. Je gaat weer terug. Allemaal niet zo'n punt. Gewoon afrollen. En je kunt je fout gewoon verbeteren. En dat is in de basis. De fuse Clapton. Net zo makkelijk in mijn optiek als een gewone. Misschien gewoon makkelijker. Coils maken. Iets wat heel simpel en makkelijk is, is een coil tool. Niks meer dan een buisje. Die heb je in verschillende diameters. Dit is een setje van Coil Master bijvoorbeeld. Ik maak bij coils altijd graag op 3 mm. Dat is de allermakkelijkste manier. Wat ook kan, is gewoon een schroevendraaiertje. Maar zorg dat je weet welke diameter dat het is. Nogmaals, dit is gewoon het makkelijkste. Het kost een paar euro. Van mijn part koop je imitatie vanuit China of weet ik veel waar. In principe, ieder setje werkt. Als dit maar klopt, de diameter klopt, is er geen enkel probleem. Eigenlijk voor het coil maken pak ik even een fused Clapton. Die heb je ook al gezien hoe we die gemaakt hebben. Dat is even wat makkelijker. Ze zijn wat breder, dus het is wat makkelijker te zien. Je kunt ervoor kiezen om je draad van tevoren al op maat te knippen. Als je weet hoeveel je moet hebben. Of je laat hem gewoon aan elkaar en wikkelt dan. Nou, ik wil een 6 rep fused Clapton maken. Dus ik zet hem klem met mijn duim in dit geval. En dan gaan we wikkelen. 2.
3. Op maat. Kaartje pakken. En we hebben 1 maal. Twee fused claptons die we net gemaakt hebben. Nou, dan wordt het tijd om ze in een area te zetten. In dit geval pak ik eventjes de Dead Rabbit. Die kent iedereen. De meesten hebben hem al. Ik vind het ook gewoon een hele goede area om mee te beginnen. Gezien de RDA heeft zijn eigen manier om gebouwd te worden. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur om te bouwen. Ik probeer alleen eventjes te laten zien hoe ik het doe, hoe ik het graag wil. En ik hoop dat jullie daar iets van opsteken, leren, aan hebben. Als je coils geplaatst in het begin, maakt niet uit dat ze zo scheef staan. Dat komt daar allemaal goed. Bij de Dead Rabbit heb je hier een klein plateautje. Zorg gewoon dat de lag van je coil er niet onder komt. Anders heb je meer kans dat hij een kortsluiting maakt. En allerlei foutmeldingen. Goed, dan pakken we een mod erbij. Een 22, een beetje lastig te zien misschien. Met voorgloeien een stuk minder. Prima. Ik ga het nu ook eventjes om het idee natuurlijk. Begin met een beetje pulsen. Niet gelijk vol gas. Zorg dat je een pincet hebt met keramische punten. Want daarmee kun je ze namelijk manipuleren terwijl je vuurt. Pak je een gewone stalen pincet, dan creëer je dus kortsluiting en geeft hij een foutmelding. Dit strummen zorgt er eigenlijk voor dat je hotspots eruit haalt. Door middel als een hotspot is eigenlijk niks meer dan een hele kleine kortsluiting. En die zal veel feller opgloeien als de rest. Ik wil nog eentje in hem zitten om het te laten zien. Maar zo te zien niet. Nou, de korrels gloeien mooi van binnen naar buiten op.
Er zit meer in. En dat is eigenlijk precies zoals je het wil hebben. Geen gekke hete punten. Dat zorgt voor dryheads. Gelijkmatig. Nou, ik zal eventjes... Een hotspot. Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog eentje in zat. Dan had ik het kunnen laten zien. Wat beter. Maar... Geen meer vinden. Ik ben er tevreden over. Laat die coils altijd goed afkoelen nou. Want als je nu je katoen erin gaat doen namelijk. Ja, ik hoef eigenlijk niet te zeggen wat er dan gebeurt. Want dit is nog erg heet. En als je iets erg heets met katoen of stof of papier of weet ik van net wat. Dan vliegt het in de fik. Gaat stinken. Wat ik altijd doe. Voordat ik ga wekken, is nog één keer heel klein beetje de schroefjes aantrekken. En nog één keer vuren om te kijken of je daadwerkelijk alle hotspots eruit hebt. Nou. Laten we hem even afkoelen en dan gaan we zo wekken. Het kan zijn dat de wick die ik ga gebruiken Valhalla wick is. En ik vind dit gewoon de fijnste tot nu toe. Persoonlijk knip ik altijd gewoon twee stukjes. Wat ik dan over heb, kan gewoon weg. Je kunt ook gewoon vanaf de rol wekken. Ja, zoals ik al zei, vapen is nou eenmaal een heel persoonlijk iets. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik weet bijvoorbeeld dat een klein plukje af kan halen zodat ze in de coil passen, anders is hij net te dik voor mijn idee. En dan kunnen we gaan weken. Ook dit is weer zoiets persoonlijks. Ik snap dat er wel iets van regels aan gebonden zijn. Maar de een vindt het nou eenmaal wat fijner om wat strakker gewikt te hebben. Als je strakker wikt, zal je juice anders reageren als dat je dun wikt. Maar nogmaals, de een vindt dat juist misschien wel fijn en de ander, ja, net even niet. Probeer het gewoon, sowieso alles te, dus te los of te strak is natuurlijk ook niet goed. Maar erin te krijgen dat je je coil niet meetrekt, zeg maar, als je er doorheen beweegt. En dat jij hem net even iets strakker wil als de ander. Ja, het zij zo. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur daarin natuurlijk. Geldt voor het uitkammen. Ik snap dat sommige mensen het doen.
Vooral bij RTA's en RDTA's. Maar bij bijvoorbeeld een RDA als deze is het gewoon niet nodig. Want je cotton komt fijn hieronder in de juice wel. En gewoon prima in. Aan de andere kant hetzelfde. En als katoen vol raakt met juice, dan zal het niet uitzetten, maar dan zal het juist inkrimpen. Het is te dik geweekt nu. Komt liquid, dan krimpt het wel een beetje in. Ja, zoals altijd weer. Riot Squad. Op de coil. We hebben onze RDTA klaar, jongens en meisjes. Ja, daar zijn ik al een beetje. Doe het ervoor, mensen. Dan hebben we hem eindelijk klaar. Wattage mag ietsje lager zelfs. Nou, een punt 22. Wat? Nee. Dit was eigenlijk een soort kort cursus introductie, weet ik hoe je het wil noemen, in coils maken. Zoals altijd, zorg dat je batterijen veilig zijn. Dat je weet welke batterijen, dat je weet wat ze aan kunnen. Nou is het op een gereguleerde mond natuurlijk niet zo heel belangrijk, want die zijn beveiligd. Maar toch, probeer je erin te verdiepen. Al is het maar even, bij wijze van spreken, een half uurtje voordat je naar bed gaat. Kijk, ga gewoon informatie opzoeken. Te vaak zie ik nog dingen die gewoon niet door de beugel komen kunnen. Of vragen zoals, ik heb een dual coil in mijn RDA zitten van... 0.08, mijn mod reageert er niet. Nee, omdat heel veel mods onder de punt 1 niet gaan vuren. Het fabeltje dat je zo laag mogelijk moet voor veel power en veel smaak en veel wolken is flauwekul. Dat heeft er namelijk niks mee te maken. Het is een combinatie van alles. Zoals je ziet, dit is een punt 22. Op 70 watt. Smaakt super. Komt genoeg damp uit. Ander voorbeeldje bijvoorbeeld. Even kijken. Ja. Ik heb hier. Dit is een punt 4. Punt 008. Daar maak ik grotere wolken mee. Als iemand met zijn smok en een standaard RDA'tje met super lage aliens erin.
als je iets niet zeker... Wat ik eigenlijk wil zeggen is dus... Ben je ergens niet zeker van? Vraag het eerst. Vraag het aan iemand in de shop, in de buurt. Vraag het online op een van de... God weet hoeveel veepagina's. Van mijn part stuur je mij een berichtje. Weet je iets niet zeker? Vraag het gewoon. We zijn hier om elkaar te helpen. Ook al is niet iedereen het daarmee eens. Maar doe geen gekke dingen. Dus nogmaals. Een korte samenvatting over coils maken. Ik heb vandaag alleen de simpele versies. Dus de Clapton en de Fuse Clapton. Heb je er wat aan gehad? Geef een duimpje omhoog. Wil je nog iets kwijt? Zet het in de comments hieronder. Vergeet niet te abonneren. En als je op het belletje klikt, krijg je iedere maand. Of bij iedere nieuwe upload. Een berichtje. Ik was Mac Mikkes weer. En veel bouwplezier. En tot de volgende keer. Mazzel.